Alright, nou welkom allemaal. Wat goed dat jullie er allemaal zijn. De derde inspiratiesessie. Sensitief aan de slag, met het thema sensitief aan de slag. Opnieuw ter informatie, deze sessie wordt opgenomen. Hè, dus voor intern gebruik voor alle deelnemers, deelnemende coalities, zodat mensen nog terug kunnen kijken die er niet bij waren. Dat even ter informatie. Eerst maar eens even een terugblik op onze vorige sessie, waarin vaderschap heel erg centraal stond en het inbedden van ervaringskennis in een organisatie, zoals Fonds Nuts Ora. Tijdens de op maat gesprekken hebben we daar echt hele goede reacties op gekregen. Zijn echt mensen echt geïnspireerd geraakt en integreren dit al in hun plannen. Ik was daar heel erg blij enthousiast over in de gesprekken die ik heb gevoerd met de verschillende coalities. En ik dacht misschien ook wel leuk om even een voorbeeld aan te halen. Linda, Jennifer, Amsterdam. Kunnen jullie misschien even wat vertellen wat jullie naar aanleiding van, nou misschien die sessie, maar ook de op maat gesprekken en de plannen die jullie nu hebben staan en waar jullie naartoe werken? Jennifer, Linda, yes. Jill. Ja, vertel. Het idee, ja, onze plannen veranderen de hele tijd. Maar ons idee nu is eigenlijk dat wij ook aan het kijken zijn, zeg maar, van naar hoe worden ervaringsdeskundigen en participatie ingebed in de GGD-organisatie als een geheel. Ja. En we hebben nu eigenlijk als plan dat dat onze stip op de horizon is, zeg maar. Van, ja. Nou ja, dat het mooi zou zijn als we die kant op kunnen gaan werken. Omdat dat natuurlijk ook een beetje een hoogover iets is als je het helemaal wil integreren met elkaar. En Jill heeft het zo de tip op de hoek van de straat. Dat we van plan zijn om nu in ieder geval een spiegelbijeenkomst te gaan organiseren. Ook te kijken van hoe die manier van werken werkt. Om van daaruit eventueel verdere stappen te gaan nemen. Ja, echt en daarmee mooi. Horen. Ja, ik vind dat heel mooi, want ik sprak jullie over, okay, over hoe Fonds Nuts Ora dat heeft aangepakt en waar ze staan. En toen kwamen jullie al met een plannetje, hè, waar we nog verder over gaan spreken. Mm-hmm. En ik vind het ook heel mooi dat je dan in stappen denkt, hè, dat je nu de eerste stap, we werken toen naar een spiegelbijeenkomst, maar onze stip op de horizon is dat de GGD Amsterdam, dat ervaringskennis echt door alle gelederen omarmd worden. Dat vind ik echt prachtig. Dus ja. Nou ja, goed. Vandaag gaan we het hebben over, hè, maar als we nou die plannen maken, hoe gaan we nou het echt doen in de praktijk? En waar moeten we dan in onze daadkracht, in onze slagkracht rekening mee houden? Vandaar sensitief aan de slag, hè, het thema is vandaag. We gaan een verdiepingsslag maken op sensitief samenwerken met de mensen om wie het gaat in Kansrijke Start. En het eerste deel van de sessie wordt gegeven door Martine Bos en Lubna Abdul. En zij gaan het hebben over sensitief samenwerken met de mensen met diverse culturele achtergronden. En het tweede deel van ons programma vandaag gaat over sensitief werken met mensen met weinig scholing. Hè? En hoe maak je dan gebruik van laagdrempelige communicatie? Natuurlijk zijn er weer breakout groepjes, rooms in elk onderdeel. En een pauze tussendoor. Dan gaan we nu naar het eerste deel van Martine en Abdul. Sensitief samenwerken. Hoe samenwerken met mensen uit met diverse culturele achtergronden. Welkom Martina en Lubna. Willen jullie misschien even voorstellen? Zal ik beginnen? Ja, nou, mijn naam is Martine Bos en ik werk inderdaad voor GGD IJsland als gezondheidsbevorderaar en trainer. En ik ben ook projectleider voor onze sleutelpersonen. Wij hebben 20 sleutelpersonen bij GGD IJsland in dienst. En die, daar gaan we het vandaag ook met elkaar over hebben, hoe we die inzetten. Ik vind het erg leuk dat wij hier genodigd zijn om de good practice met jullie te delen. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik een aantal onderwerpen liever niet zonder een sleutelpersoon aankaart. Maar daarover strakjes meer. Ik heb gevraagd aan Lubna, die een van onze sleutelpersonen uit Soedan is, om te vragen of zij vanmiddag met mij samen deze inspiratiesessie voor jullie wil verzorgen. Dus misschien wil Lubna zich voorstellen. Hallo, goedemiddag. Ik ben Lubna Abdul. Oorspronkelijk kom ik uit Soedan. Ik woon hier in Nederland al 25 jaar.
Ik werk als sleutelpersoon, of getraind als sleutelpersoon voor de GGD IJsseland, Gelderland, als voor gezondheidsstatushouders en ook voor de gemeente. En ook met de GGD doe ik ook training voor genitaal verminking, dus voor meisjesbesnijdenis. En ik werk als sociale werker bij Driehoekzorg als ambulant begeleider. Ja, dat is het. Ik kijk even naar jou, Marieke. Zullen we gelijk beginnen? Ik zeg gewoon doorgaan. Ja, absoluut. Ja. Neem het podium. We hebben een PowerPoint gemaakt. En die is echt kort. We willen het liefst natuurlijk met jullie in gesprek en ook interactief zijn. Ik ga het scherm even met jullie delen. Dat duurt altijd eventjes. Dus ik vraag even jullie geduld. Nou, zie ik hem zelf al wel. Zien jullie hem ook? Ja. Alleen, de dia is aan de zijkant ook nog links? Ja, die zien we nog. Ja. Dat is apart, want dat ging net anders. En ik zie ook niet een icon waar ik dat groter moet maken. Als jullie dit zo op deze manier oké vinden, dan kan ik hem zo laten staan, hoor. Alleen heb je dan al een vooruitblikje naar de volgende dia. Ga maar door, Martine. Ja. Ik heb een vraag aan jullie. Om te beginnen, want het is lastig om met zo'n grote groep elkaar te kennen, terwijl ik dat het allerliefste doe. Hè? In gesprek met elkaar, en zeker als dat sensitief moet zijn, is het allerbelangrijkste om elkaar te kennen. Nou ja, in deze korte tijd is dat een beetje ingewikkeld, maar ik zou wel aan jullie de vraag willen stellen, herkennen jullie een situatie waarin je zelf een cultuurschok kreeg en ja, daardoor uit balans raakte. Weet je nog wat je toen deed op dat moment? En ja, hoe je daar weer van in balans bent geraakt daarna. En ik vraag jullie eigenlijk of je dat in de chat wil schrijven zonder nog op enter te duwen. Dus als ik zeg van duw op enter, dan mogen jullie allemaal tegelijk op enter duwen. En daarna wil ik graag één of twee personen vragen om... er wordt op mijn raam geklopt. Ik zeg even dat ik niet open kan doen. Om twee personen te vragen om daar een terugkoppeling over te geven. Dus ik zou zeggen, denk er even over na en ga je gang. Als je denkt dat je het op hebt geschreven of de steekwoorden, dan zou ik zeggen duw op enter. Wat een leuk, wat een prachtige voorbeelden. Is er iemand die er wat over wil zeggen? Want we gaan het deze middag hebben over wat cultuur met ons doet. En ja, ik begin altijd maar te zeggen, mijn buurman die komt uit Groningen van origine. En we hebben echt twee verschillende culturen naast elkaar. Ik heb zelf 7 jaar in Afrika gewoond. Daar werd ik door allerlei dingen verrast. Maar ik vind het ook leuk om even van jullie te horen. Wie zou zijn voorbeeld willen toelichten? Wil ik wel doen. Ja. Horen jullie mij? Nou, ik heb iets opgeschreven over een moeder die ik thuis ontmoette. Pas na de bevalling van haar eerste kindje was dat volgens mij. En... het viel mij op dat zij was borstvoeding aan het geven en ze stond op en zei wil je thee en ze ging thee zetten in de keuken en ze deed ook nog even in de keuken wat
vegen en dat allemaal tegelijk met haar pasgeboren baby aan de borst. En nou ja, ik had daar allerlei gedachten bij en moest later bij mezelf ook ja, een beetje tegen mezelf praten van ja, dit zal voor haar de gewoonte zijn en misschien ook wel vanuit haar culturele achtergrond zo gaan. En ook dingen als bijvoorbeeld een wiegje aanschaffen. Dat ze zei van nee, de baby slaapt gewoon bij mijn bed. En dat gaat allemaal prima. En ja, echt alles tegelijk. En ja, dat vond ik wel ook heel mooi om te zien. Want ze was heel liefdevol en ja, warm voor haar kind. Maar ik had wel zoiets van, oh nee, blijf maar zitten. En die borstvoeding eerst even rustig. En blijf maar rustig zitten, niet te veel bewegen. En dan komt die thee later wel. En zij had zoiets van, nee, dat komt allemaal goed. Dus dat, ja, dat heb ik vaker meegemaakt, dat bij mij al heel snel in mijn hoofd gaat van, oh jee, ja, nee, dat hoort niet zo. Terwijl, ja, het ging eigenlijk ook alweer heel goed. Natuurlijk moet het veilig zijn, maar ja, dat was het ook wel eigenlijk. Dus dat soort voorbeelden maak ik vaak mee in mijn werk, ja. Mooi om te horen. Ja, en ik vind het ook prachtig dat je zegt van, ik vond het ook mooi en liefdevol tegelijk. Want uit balans raken en dan even de tijd nemen om te denken van, hey, wat is dit? Dat vind ik een mooie actie, dat je dat ook zo onder woorden brengt. Ja, ja, terwijl ik ook wel bij mezelf, maar ook wel bij anderen vaak merk dat ik heel snel zoiets van, ja, het hoort zo niet en het is niet goed. En met je kind in bed slapen is in Nederland niet goed. En, ja, dat levert hele interessante gesprekken op. Ja. Ja. En nou ja, ik denk dat we vanmiddag zo praktisch mogelijk, dat willen we dan ook, met elkaar in gesprek gaan. Hè? Dus in plaats van zeggen van, hey, in Nederland doen we het anders, want dan gaan de oortjes gelijk dicht. Is het juist zo leuk hoor, wat je zegt, Kirsten, van het verbaast me, het is mooi liefdevol en het is juist een mooi gespreksonderwerp. Ja, dankjewel. Is er nog iemand die het voorbeeld wat hij in de chat heeft geschreven even wil toelichten? Op zich mijn voorbeeld wel toelichten. Blijf zit lang stil. Ik had mijn voorbeeld opgetreven dat mijn man is Kroatisch. Dus nou, wij hebben heel regelmatig te maken met cultuurverschillen in onze relatie. Maar we waren op vakantie en er was ergens een voetbalwedstrijd. En daar heb je dan staat de ME, maar dan de Kroatische ME. Nee. En ik liep langs en ik dacht gewoon, ik groet die mannen. En toen zei mijn man echt, nee, dat kan je echt niet doen. Je moet ze niet aankijken, gewoon voor je uitkijken en langslopen. En ik dacht echt, nou ja, waarom? Weet je wel, in Nederland leer je heel erg, nou, politie is je beste vriend. En je stelt vragen van, oh, mag ik even de weg vragen? Of het is allemaal heel gemoedelijk. En ik, ja, ik was echt zo verbaasd dat dat dan zo anders was. Terwijl als je op zich even nadenkt, kan je natuurlijk ook wel logischerwijs is het niet overal hetzelfde als in Nederland. Maar ik merkte dat dat zo ingebakken zit in mijn eigen referentiekader, dat ik er dan automatisch van uitga dat dat overal zo is. Ja, ook een prachtig voorbeeld zeg. Want en daarmee zeg je ook dat normale dingen opeens schokkend kunnen worden. En dat uit balans raken, dat is eigenlijk helemaal niet erg. Als je de vraag maar durft te stellen, hey, Waar ligt dat nou aan? Want kennelijk is dat de norm in dat land. En over die waarden en normen gaan we het zo ook nog even hebben. Het is hartstikke belangrijk om daar rekening mee te houden. En nou ja, wat ik van de sleutelpersonen leer en ook in mijn eigen leven, want de vader van mijn kinderen komt uit Malawi, is dat wat is er nou waar en wat is er belangrijk? Hè, mijn grootste cultuurschok, en dat is een soort van blijvende geweest, waardoor ik telkens weer uit balans raak, is dat ik mijn schoonvader niet in de ogen mocht kijken. En mijn vader, mijn eigen vader, sprak mij telkens aan van, kijk me aan als ik tegen je praat. Dus zo 100% anders, dat kan je anders gaan willen, maar dat is super ingewikkeld. Ja, Loekna, ik zou jou zo graag even willen vragen. Wat voor, of jij een cultuurschok hebt andersom van toen je in Nederland kwam? Ja, net als je zei, ook in de ogen kijken. Want dat heb ik geleerd, ik mag niet in de ogen kijken. En hier toch moet ik wel in de ogen kijken. Nou. Maar ook, dan kom ik in de buurt wonen. Mijn buren waren twee vrouwen getrouwd, dus lesbisch. Dat heb ik nooit van gezien en gehoord.
En dan zie je mannen samenlopen of hand in hand of kussen elkaar. Dat heb ik nooit gezien. Dus en hoe ging je daarmee om? Ik vind het heel raar. Maar daarna mijn buurvrouw worden echte vriendinnen van mij. Die komt zo koffie drinken, we gaan samen winkelen. En ik ben de enige die heb toen geaccepteerd in de buurt eigenlijk. Ook Nederlands. Maar voor mij was het zo chockerend. Ik heb nooit in mijn leven twee vrouwen getrouwd gezien. Dus voor mij wel. En natuurlijk de weer. Dus ik kom was in februari, was echt sneeuw. Dus voor mij ook de eerste keer dat ik sneeuw zie. Sneeuw was ook een schok, ja. Dus was een schok. En natuurlijk, de feestjes hier, Santa Claus en zo, de eerste keer te zien, was ook, hoe kan dat, het is leuk en kindjes krijgen cadeautjes. Dus voor mij was wel een schok. Een schok, ja. Ja. En de essentie van deze oefening ook, maar dat zeg jij eigenlijk ook, ik kom naast de buren wonen. Ik heb nog nooit twee vrouwen die elkaar de hand vasthouden en kussen gezien. En toch worden we vriendinnen. Hè? Dus het kan. Met elkaar in gesprek gaan. Het contact hebben met z'n allen. Met elkaar. En het gesprek aan willen gaan. Wat ook eerder genoemd wordt. Is eigenlijk wel cruciaal in het elkaar willen leren kennen. En dan ga ik met jullie naar de volgende dia. Als hij dat doet. Ja, gelukkig hè. Daar staat eigenlijk de tekst van dat het heel goed is om een schok te ervaren. Maar dat we gelijk ook weer ons mogen realiseren dat als we elkaar willen leren kennen, dat verbondenheid belangrijk is. En dat we open en oprecht nieuwsgierig naar elkaar mogen zijn. En dat we dan als vanzelf, hè, als je elkaar kent, als je wel een kopje thee met elkaar wilt drinken, dat je je minder gaat focussen op die verschillen. En dat juist die overeenkomsten belangrijk zijn. Hè, dus onze universele behoeften, veiligheid, verbondenheid, liefde voor onze kinderen. En ja, als je elkaar ontmoet, dan maakt dat zichtbaar. Ik geef voorlichtingen eigenlijk aan mensen die net binnen zijn op het AZC, maar ook die de inburgering doen in de gemeente en ook op de taalscholen. Soms zijn ze 2 jaar in Nederland en soms zijn ze 5 jaar in Nederland. En ik merk dat respectvolle zeggen van we agree to disagree. Hè, vanuit mijn geloof mag het eigenlijk niet, maar ik ben zo blij dat ik hier kan wonen. Ik vind het wel interessant, ik wil graag horen hoe dat nou zit. Die open houding hebben we eigenlijk als professional allemaal nodig. En de volgende dia laat ons eigenlijk zien hoe dat nou in elkaar steekt, cultuur. Want de meeste mensen die net nieuw in Nederland zijn, die komen uit een cultuur waar collectiviteit het belangrijkste is. Hè? Dus een collectieve cultuur naar de individualistische cultuur waar wij in het Westen mee te maken hebben. En zoals je ziet is cultuur opgebouwd uit een aantal delen. De mens opgebouwd uit een aantal delen. We zijn allemaal geboren, dat is de natuur. Hè, en dat maakt niet uit of je nou in Nederland of in Alaska of in Tanzania bent geboren. Babytjes lachen na een paar maanden. Kindertjes lopen na dik een jaar. Dat is eigenlijk wel universeel. Maar die cultuur is aangeleerd. Je doet dat na. Je doet het na van je ouders. Je krijgt het aangereikt van school, van je omgeving. En dat kan ook heel erg specifiek voor de groep zijn. Nou, het belangrijke wat we leren van cultuur is dat het door van generatie op generatie overgaat. En dat we merken, en dat weten mensen die nieuw in Nederland zijn als de beste, dat het mag veranderen. Want je kan een stukje pakken van de cultuur die van jezelf is en die je mee hebt genomen van de generaties voor je. Maar je kan ook weer een stukje pakken uit de cultuur waar je in terecht bent gekomen. Dat je zegt van, oh, dit vind ik echt zo mooi. Dat wil ik graag mijn eigen maken. En gelukkig daarbovenop is onze eigen persoonlijkheid, onze agency. De kracht die ons zegt van, dit is aangeboren en aangeleerd. En ik specifiek voor mij, ik kan de keuze maken om te zeggen, daar ga ik in mee of niet. En Loepna zei het al, Loepna is een van onze 20 sleutelpersonen. En wij gaan met z'n allen de strijd aan tegen de traditie meisjesbesnijdenis. En dat betekent dat we veel voorlichting geven over
de traditie, over de religie, over cultuur en over gezondheid. En daaruit blijkt dat het eigenlijk niet hoeft, geen meerwaarde heeft, niet nodig is. En dan zie je ook de kracht van mensen, dat ze de persoonlijkheid aandurven spreken, hun agency gebruiken om te zeggen, ik ga mijn dochter niet meer besnijden. Nou ja, dit even over cultuur. En waarden en normen laten onze cultuur natuurlijk tot gedragsregels worden. En Nieke zei het net ook al van, joh, hè, wat voor mijn man normaal is, is voor mij heel apart. En dat is in onze contacten, als Loekna en ik dit soort trainingen geven we op de universiteit en op de hogeschool en nu ook voor jullie, merken we dat het heel belangrijk is om samen te kijken naar wat zijn die normen nou en waar komen die nou vandaan. Een norm is eigenlijk laten zien, hè, wat we doen. Ik geef altijd als voorbeeld, in Nederland hebben we de norm om een veiligheidsgordel om te doen in de auto. En dat is zichtbaar, dat kan je echt waarnemen. Als je het niet doet, dan krijg je een boete van de politie of zegt hopelijk degene bij wie je in de auto zit van doe hem even om. En die waarde is dan veiligheid. Maar die veiligheid is niet altijd zichtbaar. De waarde van een norm is niet altijd zichtbaar. En dat zorgt ervoor dat het makkelijk tot een misverstand kan leiden. Want waarom moet je bijvoorbeeld sokjes over je schoenen als je bij iemand in de huiskamer bent? Of waarom heeft iemand een hoofddoek om? Of waarom worden meisjes besneden? Je ziet boven alle hoofden van je tegenover wolkjes verschijnen met gedachten van, hoe zit dat eigenlijk? Belangrijk om te weten is, de driehoek die ik jullie net liet zien is van Hofstede en Hofstede. En die zeggen in hun theorieën eigenlijk van, joh, die waarden die liggen al rond ons 10e levensjaar vast. Dus dat is gelijk een oproep aan de ouders van maak daar gebruik van. Hè. Geef je kinderen mee wat je graag wil, dat ze van je meenemen. Maar ook hoe moeilijk het is als je van de ene cultuur in de andere terechtkomt, om daar makkelijk verandering in te brengen. Hofstede en Hofstede zeggen namelijk dat 85% van je harde schijf, je hersenen, waar alles wat je aangeleerd hebt en aangereikt krijgt, zit, gevuld wordt met hetgene wat voor je 10e levensjaar aangeboden wordt op het gebied van waarden en normen. Dus een bewuste verandering moet eigenlijk zo bewust zijn dat het in die 15% ruimte komt. En dan heb ik nog heel even een dia van David Pinto. Hij heeft de theorie geschreven van interculturele communicatie. En ik raad jullie echt aan als je zegt van, goh, ik wil nog wat meer weten over hoe dan precies en wat is nou sensitief. Ik vind dat hij makkelijk schrijft, mooie boeken schrijft. En ik heb dit boekje even klaargelegd. Geef ik wel eens als cadeautje, maar ook voor jullie een aanrader. Ik zal nog de titel even aan Carla doorgeven. Waarom zijn wij anders? Het is een leesboek, het is een verhalenboek, het is leuk. Maar er staan heel veel dingen in waarvan ik denk, oh ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Om een inzicht te krijgen om andere culturen beter te kennen en hoe je wel of niet leert. David Pinto zegt eigenlijk, interculturele communicatie heeft niet zozeer met die ander te maken, maar veel meer met jezelf. En hij geeft ons een opdracht. Hij zegt, cultuur bepaalt de communicatie. En eigenlijk is met die andere spreken heel leuk om te doen. Als je je bewust kan zijn van de drie stappen en als je voordat je het gesprek aangaat, deze drie stappen al door hebt genomen. Dus hij zegt bij stap 1, ken jezelf. Hè? Weet je waarden en normen en overtuigingen waaruit leefregeltjes ontstaan. En word je bewust van jouw referentiekader. Van wie heb je dat geleerd? Waar komt dat vandaan? Wie heeft je aangereikt wat belangrijk is? En dan zegt hij, dan vraagt hij een hele moeilijke van ons. Wees je bewust dat iedereen zijn heilige huisjes heeft. En wat is voor jou nou een heilig huisje? Probeer dat voordat je in gesprek gaat met die ander, is voor jezelf op een rijtje te zetten. Voor mij is een heilig huisje afspraak is afspraak. Beloofd is beloofd. Nou, tijdens mijn werk met nieuwkomers die zeggen van, jij hebt de klok, maar wij hebben de tijd. Voor ons maakt het niet zoveel uit. Hè? Als jij zegt 1:15, dan kan het ook rustig 1:15 worden. Ik zag net iemand die
in de chat zetten. Ik zat in de bus en de bus wachtte tot de bus vol was. Dat kon een hele dag duren. Nou, die leuke ervaringen heb ik ook. En dus wat is nou voor jou de norm? Is het belangrijk dat die bus vol komt? Of is het belangrijk dat je een part over twee wegrijdt? En Pinto zegt, wees je bewust van die heilige huisjes. Want bijvoorbeeld als voor mij tijd, hè, de afspraak is, jij bent hier om 2 uur en ik heb een tolk en ik wil graag dat gesprek hebben. Dan loop ik eigenlijk al achter als ik me daaraan ga irriteren. Dan gaat er al iets tussen mij en die ander in het dialoog zitten. Dat willen we niet. Dus Pinto vraagt, wees je bewust van dat heilige huisje en stop hem in je rugzak. Doe die rugzak af en zet die rugzak in de hoek van de kamer. Laat hem niet tussen jou en die ander komen. Zodat je ook werkelijk open en oprecht nieuwsgierig mag zijn, kan zijn. En open en oprecht nieuwsgierig kan je eigenlijk alleen maar zijn als je het doel van het gesprek uitlegt. Dus als je de ander, stap 2, wil leren kennen, is het belangrijk om aan hen uit te leggen waarom je hen wil leren kennen. En dat je niet uit nieuwsgierigheid hen wil leren kennen, maar oprechte interesse. Bijvoorbeeld door met een zin te zeggen van joh, ik wil jou heel graag beter leren kennen, zodat we samen dicht bij elkaar op kunnen trekken. Zodat ik jouw gesprekspartner kan zijn, zodat we gelijkwaardig kunnen zijn. En dat ik begrijp wat de gedachtegang is achter een bepaald gedrag of overtuiging van jou. En pas dan, dus stap 3, is het goed om samen te kijken van hé, wat verbindt ons? Wat komt overeen. We vinden het allemaal bijvoorbeeld belangrijk dat onze kinderen goed groot worden, dat we een liefdevolle opvoeding kunnen. In de wijkcultuur is dat laat je kind vrij en laat het lekker spelen en het takes a village to raise a child. En in Nederland zeggen we nee, achter het hekje blijven tot je 10 bent. En als je 10 jaar bent, dan mag je alleen naar school, maar niet eerder. En dus we vragen elkaar daarop. Hoe gaat dat bij jou? En verdient het de aandacht om te benoemen van, hé, hier is het anders. He? Dus die openheid is stap 3. Heel handig, neem me niet kwalijk. Ik heb gewoon mijn telefoon aan. Dan de volgende tips, communicatietips. Ik denk dat jullie de meeste wel kennen, hè? Oenige vragen stellen, dat is open en oprecht nieuwsgierig zijn. Luister 2 keer zoveel als je praat, dat is echt een standaardse regel. En ik vond het net al heel erg mooi dat Kirsten zei van, joh, ik verwonder me. Dus eigenlijk raak je uit balans door een cultuurschok. En toch besluit je om op je handen te gaan zitten. Nou, ik vind het top. Dat vind ik echt, want wat is nou waar en wat is goed? In een gesprek met de ander is het ook heel erg fijn om na te gaan of men je daadwerkelijk verstaat. Dus zet echt zo nodig een tolk in. Ik vertel echt altijd van, joh, als het over een emotie gaat of over iets waar je verdrietig van bent en als je dat niet in je eigen taal uit kan leggen, is super ingewikkeld. En ik heb dat zelf aan de lijve ondervonden. In Malawi ben ik erg ziek geweest. Ik kon niet vertellen, er was te weinig Engels bij degene aan wie ik het zei. Ik kon niet precies vertellen hoe het zat. Biedt veiligheid, ja, daarmee zeg ik eigenlijk, kijk goed om je heen, kunnen jullie samen spreken? Is er iemand in de kamer of in de buurt die misschien niet mag horen wat die ander zegt? Maar leg het ook uit, ik heb een beroepsgeheim of je kunt mij vertrouwen, ik vertel het niet aan iemand anders. En ik zeg dat er ook altijd bij, omdat ik merk bijvoorbeeld in onze gesprekken over besneden zijn of niet als meisje, dat er veel vrouwen elkaar niet vertrouwen. He, dus sociaal wenselijke antwoorden geven, omdat de mensen in de omgeving misschien niet te vertrouwen zijn, bang zijn dat het doorverteld wordt. Nou, open vragen, dat is denk ik heel erg bekend. Luisteren, samenvatten, doorvragen ook. En dat vind ik weer heel erg belangrijk. He, dat samenvatten, zodat het ook nog gerepareerd kan worden. Want hier komen die aannames ook weer om de hoek kijken. Van zie ik het goed? Ik heb mijn hoesjes over de schoenen gedaan. Zie ik het goed dat daar een reden voor is? Wil je eens vertellen wat die reden is? Je hebt zelf geen schoenen aan. En op het samenvatten kan je ook de volgende doorvraag weer stellen.
Nou, laat oma thuis geen oordeel, mening of advies. Nou, dat kwam net eigenlijk ook al aan de orde in jullie voorbeelden. Neem eerst de tijd om eens even te kijken. Hoe gaat dat nu? In Afrika waar ik werkte, had de moeder ook altijd het kind op de rug of dichtbij. Ik weet nog dat ik in de kerk zat en daar was een gospelkoor. En die vrouw die gaf baby onder de arm door even de borst, terwijl ze een mooie psalmen stond te zingen. Ik vind het allemaal prachtig. Maar ja, daar kan je een mening over hebben. Is het veilig, is het niet veilig, is het goed, is het niet goed? Nou, dan verwijs ik even terug naar die stappen waar Pinto het over heeft. En dus altijd navragen, niet aannemen. Klopt het dat? Ik zie dit. Wil je me daar wat over vertellen? Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Nou, en dan motiverende gespreksvoering en het culturele interview is natuurlijk heel belangrijk om over te lezen en te kennen. Als je het hebt over sensitief communiceren. De volgende dia laat jullie een oefening zien die ik graag met jullie wil doen. En mijn vraag is eigenlijk of jullie hier een foto van willen maken. Want na deze dia gaan jullie in breakout rooms met z'n drieën. En ik wil jullie vragen, dit zijn bouwstenen, stenen waar we een huis mee bouwen. En ik wil jullie vragen om er 4 te kiezen, want die 4 stenen zijn namelijk ons fundament. En dat fundament is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus na dat fundament komt de rest ter versiering, maar kies de 4 belangrijkste. Stel je voor, ik ga naar Omaan verhuizen, een hele andere omgeving. Mijn kinderen gaan mee, mijn gezin gaat mee. Welke 4 wil ik absoluut vasthouden, ook al is die cultuur heel anders? En ja, na de breakout komen we terug en dan krijgt Loepna van ons het woord. En gaat Loepna wat vertellen en kunnen jullie daarna vragen stellen. Misschien moet ik snel het woord aan Loepna geven. Loepna, er zijn 4 waarden die wij altijd benoemen, hè? Als mensen net nieuw zijn in Nederland. Die ze het als allerbelangrijkste meenemen. Mensen hebben in de breakout rooms over hun eigen waarden gesproken. Zou jij eens willen vertellen welke waarden mensen aan jou vertellen in het begin, als ze net in Nederland zijn en als ze uit Soedan of Syrië of Irak komen? De eerste is vaak religie. Zou jij willen vertellen wat ze daarmee bedoelen? Ik zeg het net als al gesproken, inshallah tkun qadert ta'mel qibn al ha'it اللي هو من 4 طوابق. هل كانت في صعوبة؟ Daar verstaan we niks van, nee. Nee. Dat doe je. Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom praat je Arabisch? Ja, ik neem ze mee. Dan kan ze zien hoe moeilijk het is voor ons. Als je gaat gelijk zo snel en zoveel praten, en dan snap je niks van. Ik heb gezegd, lukt het jullie wel om de stenen te bouwen? Of was het moeilijk voor jullie? Ik zal het doorgeven hoe is het voor immigranten of voor mijzelf toen de stenen. Eerste dat ik kies voor geloof, familie, eer en traditie. Dit is heel belangrijk. Dat zie je ook nu van nieuwkomers. Ze kiezen altijd voor deze 4 stenen. Wat is de reden dat je voor religie kiest? Ja, religie is voor ons is belangrijk. Van religie kan je ook traditie en ook jouw geloof eigenlijk. En daar word je opgegroeid. Thuis, maar ook in de omgeving. Dat is heel belangrijk eigenlijk. Je hebt mij wel eens verteld dat religie die geeft regeltjes waar geen discussie over nodig is. Hè? Yes, dat klopt. En waarom kiezen mensen voor familie? Ja, onze cultuur is wijkcultuur. Familie is alles. Wij wonen samen. Dus ik kom van
familie, die wonen allemaal bij elkaar. Oom, tantes, oma, opa. Dus familie, jouw familie is alles. En je familie bemoeit zich ook met jou? Met alles, met de... met je opvoeding van jouw kinderen, met je eten, met je beslissing, net als bij ons, weet je, of besnijdenis, alles. Dat is vooral de grote ouders. Dus belangrijk voor ons is te realiseren dat als ik aan jou vraag, Loekna, wil je dit of dat, en jij zegt ja, dat het misschien zo kan zijn dat als je thuis komt, dat de rest van jouw familie zegt, nou, mooi niet, en dat het dan een nee wordt. Ja, klopt. Dus dan geef je geen mening, of zeg je, dan ga ik eerst met mijn familie over hebben. Ja. Dan mag je geen eigen mening hebben. Dan moet je met de hele familie over hebben. Ja. Waarom kiezen we, waarom kiezen de mensen die net nieuw zijn voor eer als waarde? Ja, eer is ook belangrijk. Je denkt aan je familie. Dus je gaat nooit iets fout doen. Want anders spring je wel schande voor je familie. Ook met trouwen, ook met wat kies jij of... ga je met vriend weg of zo, dan denk je altijd van de eer van de familie is heel belangrijk. En ook moeilijk. Dus als jij iets doet wat de familie niet goed vindt, breng je niet jezelf. De hele familie. Schande, maar de hele familie. Ja. En dat kan soms zo zwaar wegen dat geweld gebruikt wordt om het te stoppen. Om je gedrag te stoppen. Ja, dat klopt. Ja. En daarom is eer een belangrijk onderwerp van gesprek. Om te horen en te merken... Hoe dat bij jou in je tradities, maar in je, wat de norm is en wat niet. Ja, ja, dat klopt. Waarom kiest men voor tradities? Ja, de traditie, dat hoort bij jou. Ja. Het woord, het hoort bij jou. Dus dat is net als bij ons hoort meisjesbesnijden is traditie. Dan moet je wel meedoen. Als je niet doet, dan ben je niet... dat ga je accepteren. Bijvoorbeeld, ik praat over mijzelf, over onze cultuur. Dan weer hebben we cultuur als kleding. Soms mensen vinden ze heel raar als ik mij met mijn Soedanese kleding had. Maar nu mijn buren zijn gewend. Mm-hmm. Maar het is traditie, dat hoort erbij. En dat geef ik ook aan mijn kinderen. Dat wil ik graag ook mijn kinderen. Ook hen na een soort traditie. Dus daar ben je trots op. Ja, een bepaalde traditie dan. Hè? Een bepaalde traditie word je wel trots op. Ja, en de traditie meisjesbesnijders, daar zeg je van eigenlijk is het normaal als je besneden bent. Dus als je niet besneden bent, nemen ze je niet serieus. Nee, toen op mijn tijd, dan hoort je ook niet bij. Als je niet besneden bent, als je niet, dan geef je ook schande voor je familie dat je niet besneden is. Dus eigenlijk, dan wordt je familie heel trots op dat om te doen. Ja. Dus ik neem ze niet kwalijk, dat hebben ze gedaan onwetendheid. Uit onwetendheid. Ja. Dankjewel. Ja, nu is het eigenlijk in de resterende tijd aan jullie of jullie nog vragen voor Loekna hebben. Of voor mij, dat kan natuurlijk ook. Dus take it away, zou ik zeggen. Martina, misschien is het ook wel leuk dat mensen even in de chat zetten welke waarden zij hadden gekozen. Ja, dat is ook wel heel goed om te zien of er ook iemand is die dezelfde waarden heeft gekozen als die Loekna net beschreef. Ja, als je dat zou willen doen, maar ik zie ook een vraag van Nieke, dus misschien kunnen we het tegelijkertijd doen. Nieke, je mag je vraag stellen. Ik ben wel benieuwd naar welke waarden ben je tegengekomen, Loekna, toen je hier in Nederland kwam, waarvan jij, wat jij ingewikkeld vond, wat hier heel erg gevraagd wordt van je als nieuwkomer. Van nou, dit vinden wij in Nederland een hele belangrijke waarde, waar jij je vraagtekens bij had, of wat ingewikkeld voor jou was. En wat nu wel jouw waarde is, hè? Want die heb je, daarin is een verandering plaatsgevonden in deze jaren. Ja, ik kan me ook voorstellen, ja. Je microfoon staat nog uit, Loekna. Ik zei even nadenken, wat was voor mij moeilijk? Bijvoorbeeld hier ik kom van ik-cultuur, dus ik doe alles samen. Hier moet ik alles alleen doen, ook beslissen. En dat is voor mij heel moeilijk is. Toen. Wie kan ik vragen? Mijn man. Maar ik heb geen voorhoud met de opvoeding van mijn kinderen. Toen was ik hier, was ik net
22 jaar en ik heb een meisje, mijn dochter, de eerste. Dus ik heb zoveel, ik weet niet wat moet ik met mijn dochter doen. Dus ik durf ook niet te vragen. Dat was voor mij moeilijk. Wij hebben niet geleerd om te vragen. Bij consultatenbureau en zo. Dat doet mijn moeder, mijn tante. Dat helpt ze, helpen ons. Dus voor mij was, ja, ik ging alleen maar huilen. Ik weet niet wat moet ik doen. Gelukkig heb ik een hele lieve medewerker bij de consultatenbureau. Die komt langs bij mij en dan gaan ze mij helpen. En vragen stellen in het Engels en zo. Dus voor mij was, dat is de eerste dingen die moeilijk voor mij is. Dus de gelijkwaardigheid, zeg jij, het is niet vanzelfsprekend dat je denkt als hulpverlener, we kunnen gelijkwaardig zijn. Want jij bent niet opgevoed om dingen te vragen vanuit jezelf. Dat doen anderen voor je. En dat doe jij nu als sleutelpersoon voor de ander. Daarom is het ook zo fijn om als sleutelpersoon te werken. Hè? Omdat je dat zo goed weet. En ik zag in de chat iemand zeggen, hoe doe je dat nou dan toch? Het gesprek voeren als je waarden zo verschillend zijn. Wat heb jij als advies, Loek? Nou, hè, want natuurlijk zijn we hartstikke verschillend. En toch zijn we ook gelijk. Ja. Voor mij is eerst accepteren en respecteren. En dan kan je wel mee. En ook accept dat het een andere cultuur is. En dan gewoon probeer je wel een bruggetje te bouwen tussen de beide culturen. En zeker lukt wel. En wij kunnen altijd samen. Misschien kost jou wel wat tijd. Of een moeite. Of een energie. Maar jij moet ook wel eens lachen om mij. En ik om jou. Hè? Ja, dat is ook heel leuk. Ja. Maar open en oprecht nieuwsgierig. Dus elkaar graag willen kennen. Dat is wel een advies. Hè? Ja. Ja. Ik zie dat Marianne nog een vraag heeft. Ja, ik ben wel benieuwd. Wat jou in die periode geholpen heeft om wat meer thuis, ja, wat is thuis, maar om je wat meer thuis te voelen? Het is een goede vraag. Het was een heel moeilijk periode, Martine weet wel van. Ik heb zo'n filmpje toen heb ik gemaakt. Man valt uit de lucht of zo heet het. Toen was ik hier, ik woon in een kleine niet dorp, het is wel stad. Dus Hardenberg is heel klein. Toen was ik 25 jaar geleden, ik ben niet geaccepteerd. Niemand wil met mij contact houden, niemand wil met mij praten. Ze willen mij niet als buurvrouw. En voor mij was het heel moeilijk. Ik kom van een cultuur, een huis, die zit geen schutting. En dan kom ik binnen, zit allemaal schutting tussen. Dus voor mij was heel moeilijk is taal, geen andere cultuur, geen communicatie. Ik wil met de buren langs op vragen, ik wil voor de baby wat dingen kopen, het lukt mij niet. Dus voor mij was het heel moeilijk is. En ik heb wel een hele leven aan de vrijwilliger bij een vluchtelingenwerk. Die helpt af en toe helpen met spullen kopen. Maar ook geen tolk. Dat hebben wij toen die tijd niet. Dus voor mij was het heel moeilijk. Ik was thuis. Ik zeg tegen mezelf. Of moet ik depressief de gordijnen dicht blijf ik binnen. Ik heb de buurvrouw, die heb ik verteld, de lesbisch. Af en toe die komt ze. We gaan met de handje aan de voeten praten. Als mijn man gaat naar school, ik niet. Dus ik neem de boeken van mijn man. Ik kijk naar Sesamstraat elke avond. Echt elke avond. En de nieuws, ik begrijp niet meer. Ik ging schrijven, ik ging praten. En ik heb mezelf de taal geleerd. En ik ging naar de buurvrouw met koekjes in mijn hand. Ik zei, ik ben Lubna. Ik kom uit Sudan. Mag ik deze koekje aanbieden? En zei, spreek Nederlands. Kom binnen, koffie drinken. En dus ik heb mezelf geholpen eigenlijk. Ik ging daarna naar de bevalling van mijn dochter overal vrijwilligerswerk doen, op school, bij de vluchtelingenwerk. Dus dat heeft mij geholpen. Vriendinnen, Nederlands vriendinnen. Dus, het is heel moeilijk. Ik weet nu hoe moeilijk voor statushouders nu hoe moeilijk het is als je komt in het land. Begrijp je helemaal niks qua cultuur en ook taal. Ik denk dat het leuk is. Sorry Marianne, ik kom zo bij terug. Ik denk dat het leuk is voor mensen die dat filmpje willen zien. Het staat op YouTube. Loekna is door de VPRO gefilmd. En dat filmpje heet Er valt een man uit de lucht. Dat is echt goed om te zien. Daar vertel je je van. Dan moet je Loekna bij gaan schrijven. Oh ja, Loekna, want anders krijg je allemaal anderen. Ja. En Loekna schrijf je zoals het onder jouw naam staat nu. Hè? Lubna. Ja. Marianne, jij wilde nog wat zeggen? Ja, nee, wat ik dan eigenlijk begrijp is dat toch
dat de mensen die hier in Nederland wonen en het en eigenlijk iemand zien die daarmee worstelt, dat die eigenlijk de stap zouden moeten zetten naar jou bijvoorbeeld, om opener te zijn en inderdaad toegankelijk te zijn. Ja. Ondanks alle schuttingen en individuele dingetjes die er zijn. En dat zou helpen. Ja. Om het wat minder zwaar te maken zoals je het nu eigenlijk wel hebt mee moeten maken. Precies, dat adviseer ik altijd als ik ging met mensen mee. Als ik om ze net woon, ik ga ook bij de buren langs. Vertel ik wie zijn ze. En, het snap ik wel. Het is soms moeilijk is als je hoort op de nieuws en zie je andere dingen. Maar ook vooral als je hebt andere kinderen, heb je kleine kinderen en de kinderen zijn gewend daar bij hun land buiten te spelen, weet je wel, dan ging ze tot 8 uur buiten te spelen of zo. Dan ga je vertellen, daar moet gewoon een geduldige voor zijn en ook accepteer ze dat ze als een mens, als een andere cultuur en tuurlijk het is af en toe wel moeilijk het is, maar ik zie tot nu toe een beetje verbetering, zeg maar, en acceptatie. Maar er moet wel altijd iemand wil meehelpen. Ja, duidelijk. Ja, dankjewel. Ja. Kennis maken is het toverwoord, hè? Daar beginnen we eigenlijk al onze presentaties mee, leren elkaar kennen. Ja. We moeten naar een afronding, Martina en Loekna. De tijd tikt door. Ik zie het, ja. En hier gaat het onweren, dus ik moet ook even naar buiten, denk ik zo. Spulletjes binnenhalen. Oké, dan zien we jullie over ongeveer 5 minuten terug. Nou, volgens mij gaan wij gewoon door naar het tweede gedeelte. Welkom terug, de mensen die terug zijn. Mensen die mij al horen en nog niet met een beeld zijn. We gaan naar het tweede deel van deze sessie. En Marjolein van Leeuwen, expert op laagdrempelige communicatie, gaat jullie meenemen in het sensitief samenwerken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Marjolein, het woord is aan jou. Marjolein van Leeuwen. Dus ik moet er altijd nog een beetje lachen om de introductie van expert mensen met lage scholingsachtergrond noem ik het maar even. Omdat ik oorspronkelijk uit het onderwijs kom en daar is iedereen expert, zou ik maar zeggen. Maar als je dan in de zorg rondkijkt, dan is wat wij te vertellen hebben als mensen uit het onderwijs toch nog vrij nieuw. En zo ben ik dus één oog in het land der blinden. Wat niet wil zeggen dat ik geen leuke dingen te vertellen heb, denk ik. Ik vind jou wel een expert, Marjolein. Ja, het is ook zo, maar tenminste binnen bepaalde groepen. Maar mijn vroegere collega zou altijd zeggen, weten ze dat dan niet? Hoezo? In ieder geval, ik kom dus uit het onderwijs en ik heb heel veel gewerkt, eigenlijk 17 jaar lang met en voor en rond mensen die laag opgeleid zijn. En daar heb ik in de praktijk heel veel geleerd over de communicatie die echt anders is dan als mensen hoog opgeleid zijn. En een van de dingen die ik vooral merkte als ik bijvoorbeeld, ik begon als docent ooit, dat als ik het te ingewikkeld maakte, en dat wil zeggen dat ik het gewoon vertelde zoals ik vertel normaal, dat mensen dan mij niet konden volgen. Dus ik werd heel erg zelf heel erg gericht op van hoe moet ik het doen, wat moet ik zeggen, wat kan ik zeggen, et cetera. En velen van jullie zullen die ervaring, neem ik aan, ook hebben in de praktijk. Maar hier vandaag zullen we een beetje kijken van wat is nou de achtergrond daarvan. En hoe kan je daarmee omgaan? Maar om even in het onderwerp te komen, gaan we zo meteen naar een filmpje kijken. En als je naar dat filmpje kijkt, dan is mijn vraag, is om, als je dat bekijkt, om ondertussen ook te kijken naar je eigen reactie op dat filmpje. Dus kijk naar buiten en kijk naar binnen tegelijkertijd. Bella, kan jij dat filmpje laten zien? Well, the cots and the tempertonies murk the group poses and overclock the murgut chooses. There's Tavidus Grisopon and part of Isocruz together, T. Moot, Sliver, the Antipedity, so fourth frame shows data vision and auditory slow perfection. Resonatory frictation induces chorus birdling, blip mortalizes, but that all comes out of Kroner's electropulmonary saltification, which you will underline in our professor course. Now, resonatory frictation and multicentric compulator superless the alleviating dance of medullary label dutch, making contes and together to slip temperance and expectancy. A reflection inertia corresponds to Hugo Bevertz's supercredity valence multiparatory equation, E equals 2R.
I'll say that again. A equals 2R, where R is the radiance of my home measure of the Valdry factor. Now, finally, Pavinari stems the parabolic and paracelsian reflector absurdity overleases the homovisory and heterovalent effect so that neglectance of Mermat's atmospherity supercontraction causes struct dimension of faction cavity. There. Oké, dankjewel. Ik kan hier weer uit. Dankjewel. Oké, mijn vraag is om eens eventjes wat op de chat te zeggen wat je innerlijke reactie was op dit filmpje. Als je even de humor daarvan even apart zette, want daar gaat het natuurlijk om. Dus van wat zag je bij jezelf gebeuren terwijl je dit filmpje bekeek? En zet het op de check. Frustratie. Afhaken. Ik dacht, ik moet dit begrijpen. Ik gaf het op. Niet meer luisteren. Eerst heel erg proberen en daarna afhaken. Concentratie. Ik ging achteruit zitten, aan me voorbij laten gaan. Als het belangrijk zou zijn, zou ik in paniek raken, afhaken. Ik deed iets anders. Ja, precies. Dus wat je merkt is van, nou, ik heb hier niks aan en je haakt af. Je wordt gefrustreerd. Je probeert nog eens wat en dan hou je er maar weer mee op. Het leek dat je wat te pakken had en dan was het alweer weg. En dan zie je dus eigenlijk dat wat je natuurlijk ervaart is op dit moment is alsof je iemand bent die laaggeletterd is of die de taal nog niet goed spreekt en die gewoon niet begrijpt van wat er allemaal vertelt. Dan hebben we allemaal als mensen zelf de reacties. Dit is de reactie die laaggeletterden ook krijgen. En bij ons, ja, ik scheid het even, maar in ieder geval ook hoogopgeleide zijn super normaal in die zin dat ze zich dat ze dit soort reacties gaan geven. We zijn dus eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, gelukkig moest Caroline toch nog wel om lachen. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. John Cleese blijft grappig. De volgende oefening wil ik jullie vragen om... Oh nee, ik wil eerst eens eventjes nog vragen aan jullie. Wat zou er nou met jou gebeuren als persoon als je deze informatie keer op keer, niet alleen bij de huisarts en bij het ziekenhuis, maar ook op het consultatiebureau, ook bij de nieuwe school van je kinderen, als je die nieuwe school al kunt vinden, middelbare school uit moet zoeken, allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken. En je zou steeds deze bakken over informatie over je heen krijgen. Wat zou dat dan met jou als persoon, als bewoner, met je doen? Je gaat je dom voelen, je raakt uit verbinding. Ja, ja. Onzeker, afsluiten, terugtrekken. Angstig, verdrietig, steeds minder mijn best om in contact te blijven. Oké, en stel je voor dat je nu eens in contact komt met een professional, à la John Cleese, en je krijgt dit over je heen, en je hebt dit al 20 keer meegemaakt. Hoe zou je je dan gaan gedragen in dat consult? Dus in het gesprek met de professional. Minderwaardig, boos. Amen, geïrriteerd. Ja, en amen. Dus het is inderdaad heel vaak niets meer vragen, precies. Veel knikken, oh ja, ja. Hopen dat het snel voorbij is, precies. Als ze over me heen komen. Dus je wordt eigenlijk heel makkelijk, hè? Je wordt een hele makkelijke ouder of patiënt of wie je bent, of welke rol je hebt op dat moment. En je zegt overal ja, ja tegen. En ik weet dat van mezelf ook. Bijvoorbeeld, ik heb Ierse vrienden en die kan ik per persoon wel volgen, maar in een groep eigenlijk niet meer. En als er dan een grap wordt gemaakt, dan lach ik maar wat mee. Ik ga heus niet elke keer zeggen van, hoe werkt dat? Dus je gaat gesloten worden en je gaat zetten. En daardoor is ook dat probleem heel onzichtbaar. Het probleem ligt eigenlijk op tafel, maar toch is het onzichtbaar omdat degene de ouder dan zegt, oké, ja, ja. Of, en dat is de andere kant ervan, de ouder is zo gefrustreerd dat hij boos wordt, dat kwam ook al een paar keer voorbij, en op tafel slaat, met de vuist op tafel slaat en dan afgevoerd wordt door de beveiliging, omdat dat ook niet de juiste communicatie is. En iedereen denkt, is dat toch een moeilijke ouder en zo. Wat een, maar dat kan heel gewoon voortkomen uit frustratie. Dus dit was het luisteren. Nu gaan we heel even naar het zelf actief de taal gebruiken. Dus ik wil je vragen om iets over je werk te vertellen in een taal die je niet goed beheerst. Dus niet Engels, neem ik aan. De meeste mensen spreken goed Engels. Maar een taal die je vroeger ooit op school hebt geleerd of op een vakantie. En die taal gebruiken en een paar dingen op de chat zetten.
In die taal dus, over je werk, dat je iets vertelt over je werk. En wij noteren de pauze die nu ontstaat. Dat is eigenlijk ook een beetje wat Loekna meemaakte aan het begin, toen ze uit Soedan kwam. Ja. We beginnen niet eens. Ja, prima. Ja, sla helemaal dicht. Ja. Oké, okay. En als je dit zo doet, hè, maakt niet uit of je klaar bent of niet, wat valt je dan op bij je eigen, als je naar binnen kijkt? Wat wordt dan je houding of je tactiek of je strategie? Dus we kunnen nu weer naar het Nederlands omschakelen. Je houdt het zo simpel mogelijk, precies. Ja. En kun je ook zeggen, wie zei dat, het gaat zo snel? Ik weet niet wie er zei van, ik hou het zo simpel mogelijk. Jennifer zei dat. Jennifer, zou je daar iets willen over willen toelichten waarom je dat doet? Omdat het me niet lukt om het ingewikkelder te maken, zeg maar. Omdat ik alleen maar wat basiswoorden weet. Ja. Dus dan, hou het simpel. Ja, hou het simpel. Oké, dankjewel. Kernwoorden gebruiken. Goed, ik denk wat ik voorbij zag komen waren inderdaad hele korte zinnen. En wat ik ook wel van mensen heb gehoord is dat ze dat ook wel doen om de fouten te vermijden. Dus om niet als dom over te komen als of iemand die de taal niet goed kent, maar om fouten te vermijden hou je het heel erg kort. En dan komt schaamte inderdaad weer om de hoek krijgen. Dus ja, we hebben hier nu een beetje gevoeld, zowel door de John Cleese verhaal als door je eigen poging om in een andere taal wat te zeggen, van dat schaamte een groot ding is. En dat afhaken en jezelf niet willen laten zien, niet naar voren komen als iemand die het begrijpt, dat een groot menselijk gevoel en een menselijke reactie is. Nou, en dat overkomt natuurlijk, dat is natuurlijk de opzet van deze oefening, een heel groot deel van de mensen, en voor jullie zijn het meestal de ouders, de rol van de ouders. Het heeft, in Nederland hebben zo'n 2,5 miljoen inwoners moeite met lezen en schrijven. En 29% heeft wat we noemen beperkte gezondheidsvaardigheden. Nou, lezen en schrijven, dat begrijpt natuurlijk iedereen. En beperkte gezondheidsvaardigheden, dan gaat het eigenlijk over de vaardigheden die je nodig hebt om informatie te vinden, te begrijpen en toe te passen. En er zijn echt drie stappen waar je elke keer voor dat blok, zeg maar John Cleese blok, terecht kan komen. De eerste is namelijk het vinden van, oké, ik wil wat weten over opvoeding van een kind met driftbuien of zo. En waar vind ik dat dan? En als ik niet zo handig ben met digitale vaardigheden, et cetera, dan ga ik zoeken. En dan zie ik bovenaan staan iets en ik begin bovenaan en misschien is het wel een advertentie van het een of het ander. Dus hoe vind ik dat? Maar misschien krijg ik een link van iemand van het consultatiebureau. Ik ga meteen met die link naar de juiste pagina. En dan is de vraag van, begrijp ik dan wat daar staat? Of is het een John Cleese verhaal, zeg maar? En vervolgens van, als ik dan begrepen heb, als dat dan dus de tweede stap ook goed is gegaan, kan ik dan toepassen? Is het me duidelijk genoeg? Heb ik genoeg handvaten? Heb ik genoeg tips om daarmee aan de slag te gaan? Dus de gezondheidsvaardigheden gaan altijd daarover. Dus het vinden van informatie, het begrijpen van informatie en het toepassen van informatie. Oké, zijn er tot nog toe vragen of opmerkingen of aanvullingen? Doe maar gewoon je microfoon open dan. Marjolein, ik vroeg me nog wel af, hè, want je hebt het over mensen die dan slecht kunnen lezen en schrijven. Bedoel je daar dan ook de mensen met een dyslexieprobleem bijvoorbeeld? Sta je die daar ook onder of gaat het echt over anderstaligen die moeite hebben met lezen en schrijven? Ja, nou, er zijn eigenlijk heel veel mensen die moeite hebben met de informatie vinden. En dat kan ook dyslexie zijn.
Dat kunnen ook mensen zijn die over. Dat kunnen ook wij zelf zijn als we overmand worden door een slechte boodschap die we krijgen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het kunnen mensen met een lichtverstandelijke beperking zijn. Het kunnen ouderen zijn die wiens geheugen of wat dan ook minder wordt. Het kan eigenlijk iedereen zijn die moeite heeft met die stappen van informatie, et cetera. Het maakt niet zo heel veel uit wat daar de oorzaak van is, want de oplossing is namelijk altijd hetzelfde. De oplossing is altijd dat de professional of de organisatie de communicatie vereenvoudigt. En ieder van deze groepen die ik nu net genoemd heb, die zal daar baat bij hebben. Ja. En eerlijk gezegd, hoogopgeleiden hebben er ook vrij veel baat bij, omdat de communicatie gewoon makkelijker en sneller gaat dan. Oké, dankjewel. Ja? Nog andere opmerkingen of aanvullingen? Oké. Dan gaan we even kijken naar, het gaat over ook samenwerken, hè, met deze doelgroep die we daarnet beschreven hebben. Dus we gaan even kijken naar de PowerPoint, de eerste slide. Stel je wil als gemeente of als organisatie of als GGD of wat dan ook, wil je graag gaan samenwerken met deze doelgroep. En dat gebeurt nog bijzonder weinig. Dan moet je een beetje kunnen inleven ook in het perspectief van de ouders. Stel dat je onderzoek wil doen van wat bijvoorbeeld buurtonderzoek, van wat speelt er bij deze ouders in deze wijk, wat vinden ze belangrijk, wat vinden ze van onze diensten die we aanbieden, et cetera. En ga eens met mensen praten, dan zijn er een paar dingen die je misschien in je achterhoofd kan houden. En de eerste is dat mensen die lager opgeleid zijn, dat is een beetje anders natuurlijk dan als mensen dyslexie hebben of iets in de geest, maar mensen die lager opgeleid zijn, die hebben meestal weinig kennis over onderzoek. Dus soms gaan mensen de wijk in met vragenlijsten, et cetera, en die zeggen, ja, ik ben van de gemeente, we doen onderzoek naar. Maar heel veel ouders of heel veel bewoners die zien onderzoek, kennen het woord onderzoek alleen maar als onderzoek bij de huisarts, een lichamelijk onderzoek. Maar weten niet hoe een onderzoek is opgebouwd, wat daar voor kennis uit wordt gehaald, et cetera, et cetera. Dus je moet niet verwachten dat ze iets snappen van wat je daar aan het doen bent eigenlijk. Dus dan kom je daar als ambtenaar, onderzoeker of gespreksleider en ze hebben geen idee wie jij bent, wat jouw beroep is, wat je functie is en wat zij daar zitten te doen. Ik moet zeggen, ik doe zelf heel veel onderzoek natuurlijk vanuit VAROS. En dan vertel ik eigenlijk zo weinig mogelijk over het onderzoek. Ik spreek vooral op wat we willen. Dus we willen bijvoorbeeld meer weten van ouders zodat we in de buurt, zodat we het consultatiebureau nog beter kunnen laten werken. Of we willen weten wat ze van bepaald materiaal vinden, zodat we het materiaal nog beter kunnen begrijpen. Dus ik zeg niet zo heel veel van we zijn onderzoekers, we doen een groot onderzoek naar, et cetera. Ik focus met name op wat we willen bereiken en dat is heel concreet voor ouders. Maar helaas zijn er veel ambtenaren, onderzoekers en gespreksleiders die juist heel erg vertellen hoe het onderzoek in elkaar zit. En dat is heel vaak niet te begrijpen of moeilijk te begrijpen. Mensen hebben sowieso, en als mensen niet begrijpen wie jij bent, dan kunnen ze je makkelijk zien als een official die je moeilijk zit te doen of weer moeilijk gaat zitten doen. Dus waarin ze geen vertrouwen hebben door eerdere ervaringen die ze hebben met mensen uit officiële beroepen. Ik zelf heb daar ook ervaring mee gehad. Ik ben wel eens de buurt ingegaan met zo'n mooi badge op mijn jasje. En ik zag een aantal ouders zitten bij een speeltuin. Ik dacht, nou leuk, die ga ik hun vragen. Met mijn vragenlijstje in mijn hand. En kwam ik dichterbij en ze zagen die badge en ze draaiden zich om. En de een zei tegen de ander, nog meer problemen. Dus dat zagen ze, ja, weer zo'n official waar ze niks aan hebben, waar ze bang voor zijn. Als je dan toch, dat is wel mogelijk en eigenlijk niet eens zo heel erg moeilijk, het vertrouwen hebt gewonnen van de mensen met wie je wil samenwerken. Dan is het ook nieuw meestal voor de ouders om gezien te worden als iemand met expertise. Ik heb met elk onderzoek wat ik doe en elk gesprek die ik aanga, altijd even tijd nodig om voor ons alle twee om te realiseren van ik ben degene die jullie nu nodig hebben. Dus ik ben eigenlijk de hulpvrager en jij bent degene die de expertise in huis heeft. En jij bent degene die mij alle informatie kan geven die ik gewoon nodig heb. Want in het begin zien mensen mij vaak als weer een hulpverlener.
waar je vragen aan kan stellen, waar je informatie kan aan kan geven, van kan krijgen en niet andersom. Maar als ze die rolomdeling maken, en ik zelf ook, dan hebben ze ongelooflijk veel te vertellen. En heel veel expertise in huis. En vertellen ze me inderdaad heel veel dingen die ik nodig heb om mijn werk goed te kunnen doen. Nou, mensen kunnen natuurlijk geïmponeerd zijn door de situatie, zeg maar extreem gezien zoals de John Cleese situatie al bleek. Er is angst om fouten te maken. Nou, hebben we net ook al ontdekt om iets doms te zeggen. En dan heb je nog een aantal dingen waar je rekening mee moet houden, is dat ouders gewoon super druk zijn en vaak tijdgebrek hebben. En dat mensen niet zomaar kinderoppas voor de hand hebben. Dus als je iets organiseert, een focusgesprek of een spiegelbijeenkomst of zo, dan moet je echt kinderoppas bij de hand hebben. Zijn er op dit moment vragen of opmerkingen of aanvullingen? Het is een beetje saai, we zien natuurlijk helemaal niemand. Maar, ik heb wel een vraag, je noemt tijdgebrek. En, ja, kun je even de dingen wegdoen, de slide? Ja, dank je. Je noemde tijdgebrek een grappige. We kregen van tevoren zo'n filmpje te zien, waarin ook dat heel vaak genoemd werd. Dat we hebben weinig tijd, we hebben weinig tijd. Dan denk ik, ja, we hebben allemaal weinig tijd. Soms is het prioriteit. Ik vond dat even iets voor mezelf om over na te denken. Dacht ik, ja, ik snap dat. Maar het is ook iets wat je heel gauw zegt, zou ik ook doen. Als ik iets ingewikkeld vind of moeilijk of... Dan zeg ik van, oh, ik heb niet zoveel tijd. Ja, dus het zou dus een smoesje kunnen zijn. Ja, daar zat ik over na te denken. Ik dacht van, hoe zie jij dit? En jij noemt hem hier, perspectief van de ouders. Tuurlijk, het is hun perspectief. Maar is het dan niet juist ook iets waar je dus dan nog meer moet investeren in het vertrouwen en de wil van iemand om zich ook om zijn expertise te willen delen? Want ja, als je dat belangrijk genoeg vindt, heb je misschien wel tijd. Daar was ik even naar aan het zoeken. Ja, dat vind ik een hele goede aanvulling. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Dus sommige mensen zullen geen tijd hebben of geen zin, et cetera. Ja. Ja. Maar inderdaad, heel veel mensen verbergen hun angst. En de angst, wat wordt er van me verwacht? En onderzoeken, hoezo dan, et cetera. En dan is het zeker de moeite waard om nog een keer proberen het vertrouwen te winnen. En hoe zou jij dat bijvoorbeeld doen? Ik denk wel wat jij net zei, vond ik heel waardevol. Van het feit dat jij je nog meer opstelt als ik heb jouw hulp nodig en jij bent degene met expertise. Ik denk dat dat heel fijn voor iemand kan voelen als hij dat zelf ook zo gaat voelen. Ja. Want ja, dan heb je een reden om je tijd te maken en dan voel je ook een bepaald belang. Ik denk iedereen wil iets doen omdat hij het belangrijk vindt of dat een ander het belangrijk vindt dat jij het doet. Ja. In ieder geval dat je er waardering voor krijgt. Ja, dus ik denk dat je daar vooral dan in zou kunnen zetten. Ja, en het is ook zo dat als ik uitleg waar het voor is, hè, meestal is het natuurlijk om de ouders van de hele stad of van heel Nederland daar iets voor te verbeteren. Dat snappen mensen heel goed en dat motiveert ook vaak heel erg. Ja. En verder is het ook wel belangrijk, of is het in ieder geval een stuk makkelijker als je via sleutelpersonen, zoals waar we het net over gehad hebben, of via officiële sleutelpersonen of mensen in de buurt die jij toevallig kent en die weer andere mensen kennen, of contactpersonen of zelforganisatie. Want zij hebben natuurlijk altijd vertrouwen van de ouders. En als je via hun binnenkomt, dan word je sneller, zeg maar. Dan willen mensen sneller wat doen, et cetera. Ja. Ja. Marjolein, ik zie dat Marianne een handje... Ja, oké. Okay. Oh ja, die handjes zijn handig. Nou, ik zou eigenlijk ook, tenminste, dat hoor ik dan nog niet heel erg in het verhaal zelf, maar als je het hebt over bijvoorbeeld fouten maken. Ik heb zelf met een Bulgaarse groep gewerkt en ik weet dat juist doordat ik fouten maakte, en dan was het in de benadering, maar ook in mijn taal en gewoon bijvoorbeeld struikelen en iets laten vallen, dat ook al heel erg hielp als benadering en toereiking naar de groep zelf. Dat je gewoon dus eigenlijk ook gewoon een mens bent. En ja, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is om te laten zien dat je niet die onderzoeker of die professional of wat dan ook maar bent, maar dat je gewoon ook moeder bent, ook mens bent en ook gewoon je onzekerheden hebt en dergelijke. Ja, fantastisch. Dus dan laat je eigenlijk al fysiek bijvoorbeeld door dat struikelen, ben je bezig met die rolomkering of in ieder geval de gelijkwaardigheid, maar misschien zelfs nog een slag verder. Ja, mooie, hele mooie. Ja, die ga ik ook toepassen. Ja, leuk. Oké, dan gaan we eventjes naar de tweede slide. Als je met mensen wil samenwerken, dan moet je natuurlijk die mensen ook wel zien te vinden.
om daar een gesprek mee aan te gaan. En dan is het handig om te kijken, eerst kijken natuurlijk in je eigen bestand. Dus zeg maar dat plaatje met die mappen van, ken ik nog mensen die? Bijvoorbeeld, nou, je hebt nu met Loepna kennis gemaakt. Nou, die staat misschien in je bestand ergens. Kan ik daar eens een praatje mee beginnen? Het is altijd voor mij wel belangrijk om niet te groot in te steken, maar hier en daar draadjes die je kan vinden te pakken en die te volgen. Want dan kom je verder. Het heeft niet zo zin om een masterplan te maken en te wachten tot dat tot stand komt. Het is het beste om aan te sluiten bij bestaande groepen en netwerken. Dus wat we wel regelmatig zien is bijvoorbeeld, er is een... Je wil wat in gesprek met ouders over, ik zeg maar, wat speeltuinen in de buurt of zo. En dan krijgen mensen een uitnodiging op de een of andere manier. En dan worden ze uitgenodigd op een plek waar ze nooit komen. Op een tijd waar ze nooit komen. Bij mensen die ze niet kennen. En dan is de kans dat daar veel mensen naartoe komen is vele malen kleiner. Dus kijk in de buurt van welke netwerken zijn er al. Is er een koffieochtend? Is er iets in het buurthuis? Is er een groep vrouwen of mannen die op de basisschool wat doen, et cetera, et cetera. En vraag of je daarbij aan mag schuiven. En dan voelen mensen zich veel, dat is weer dat vertrouwde, veel, veel vertrouwder. En heb je veel meer kans dat je daar in gesprek kan komen. Het mondeling uitnodigen gaat het beste. Want brieven zijn natuurlijk sowieso moeilijk. En als je de John Cleese ervaring hebt, dan is het de vraag of je die brief sowieso nog gaat lezen. Dus mondeling via, bijvoorbeeld via een sleutelpersoon of op andere manieren. Op het schoolplein gaan, wij gingen vroeger gewoon op het schoolplein staan, vrouwen aanspreken, et cetera. Om mensen uit te nodigen voor het gesprek wat jij wil aangaan. Als je toch gebruik wil maken van een brief, maak het dan makkelijk kort. En kort is echt kort. Even de poes verwijderen. Hoepa. Maak het dan echt kort en met afbeeldingen. En echt kort is echt heel kort. Dus bijvoorbeeld, je ziet hier een uitnodiging. Rechts op de dia. En die hebben wij gebruikt om met mensen in gesprek te komen over roken. En dan zie je dat het, kunnen jullie waarschijnlijk wel lezen, neem ik aan. En wat je daaronder ziet, wat we normaal eigenlijk niet doen, maar in dit geval wel, is dat we onze foto's erbij zetten. Dus ik deed dit een gesprek... ging ik samen met Naima begeleiden en we zetten onze foto's erop om zo vriendelijk mogelijk over te komen en zo vertrouwd mogelijk. Ja. En ook telefoonnummers erbij, heel direct. Het is heel flexibel werk, dus ik hoor heel vaak van mensen van ja, het gaat niet goed, want we waren daar en er waren maar 4 mensen. Of we waren daar en er waren er opeens 50 in plaats van 10. En dus ze kwamen met kinderen en dat ging helemaal niet. En, of er gebeurde helemaal niks, we zagen helemaal niemand, et cetera. Maar de tip is om dat te zien als normaal. Want het gaat eigenlijk altijd zo. Het gaat namelijk altijd anders dan ik van tevoren denk dat het is. En dat is gewoon anders dan als ik met professionals afspreek. Of met een hoogopgeleide weet ik wat groep. Waar je iets afspreekt en op die manier doet. Het gaat gewoon heel erg flexibel. En dat is waar je als professional mee om moet gaan. Dus wat je moet leren werken. En ik merk in organisaties dat er altijd wel een paar mensen zijn die dat heel goed kunnen. Dus die gaan met hun fiets de wijk in. En die kunnen onder alle omstandigheden werken. Maar ze worden vaak gezien als een soort uitzondering in het team. En misschien niet helemaal als professioneel. Dus vaak doen ze het ook in hun vrije tijd. Er komt allerlei dingen bij die ze gaan doen. En mijn advies is om te zien dat juist deze mensen zeer professioneel op maat werken. En om dat dan ook als organisatie te faciliteren. Dus daar voldoende tijd voor te geven. En ook het te laten overdragen aan andere collega's als zijnde een hele professionele aanpak. Dan zijn de middelen van contact, sms'je of WhatsApp is eigenlijk de meest directe benadering. Maar ik ben me bewust van het feit dat dat door de AVG niet altijd als wenselijk wordt geacht. Dus dat is altijd een beetje lastig. Maar
het is wel de beste weg. Dus als het even kan, probeer mensen te bereiken via WhatsApp of een sms'je. Ik kan de slide weer even wegbellen. Wie heeft hier iets op aan te vullen of te vragen? Of te verbeteren of te veranderen? Ja, wat misschien nog leuk is om te zeggen is dat binnen de gemeente Den Haag is een hele beweging gaande met direct duidelijk. Dus direct duidelijk schrijven. Waarin alle communicatie wordt sowieso B1-niveau aangeboden. En wat ik interessant vond was, en wat bij mij heeft geholpen om mijn schrijven ook aan te passen, is om in plaats van bij de kopjes te zeggen, wat gaan we doen of belangrijk, dan gewoon de zin al, het kopje is eigenlijk al de zin. En dat als je dus een tekst leest, dat je eigenlijk ook alleen de koppen hoeft te lezen om de informatie tot je te nemen. En dat merk ik ook nu in mailtjes die wij schrijven, eigenlijk ook naar professionals. We passen het nu toe in allerlei vormen van communicatie. Dat dat wel helpt om het gewenste effect te bereiken. Dus dat, En wat zie je dat, waar helpt het in? Wat zie je veranderen? Nou, ik zie bijvoorbeeld veranderen waarin ik... normaal zou vragen van schrijf je in voor deze training bijvoorbeeld. Krijg ik nu echt dat mensen zich gaan inschrijven voor de training. Waar voorheen ik misschien nog heel veel vragen kreeg over de inhoud. En over dat er dingen nog onduidelijk waren. Van ja, maar wat is dan de locatie? En dat stond dan gewoon in de mail. Maar dan, ja, dan, doordat de tekst te lang is en het niet in koppen opgedeeld staat. Missen mensen toch informatie. Ja, en wat ik zo mooi vind aan je voorbeeld is dat het, kijk, ik geef ook training in schriftelijke communicatie, et cetera. En als mensen dan eenmaal bewust worden van hoe brieven en websites in elkaar zitten, dat ze daarvan schrikken en dat ze dan een soort van hebben van, oké, hoe gaan we dit doen? Dat is veel te veel. En ik zeg altijd van, maar een hele kleine verandering, zoals jij nu als voorbeeld geeft, kan al heel veel effect geven en kan al zijn dat je veel meer mensen bereikt. En dat ze het ook kunnen begrijpen. En dat is dan een enorme vooruitgang. Dus elke kleine stap kan een enorme vooruitgang al meteen geven. Ja, dankjewel. Nog andere, misschien ook nog andere voorbeelden van anderen, net zoals Nieke, al ergens mee bezig is en ziet wat het effect is daarvan. Het hoeft niet heel groot te zijn, kan ook een klein dingetje zijn. Oké, dan gaan we verder. Oh, ja? Nee. Dan gaan we naar de derde slide. Ja, dus de vertrouwen winnen is heel erg belangrijk. Het kopje thee wat daar al staat. En de koekjes, die zijn eigenlijk onontbeerlijk. Een warm onthaal en ook... Wat ik meestal probeer is om een soort houding aan te nemen waarbij ik het gevoel heb dat die ander, die ik dan eigenlijk voor het eerst ontmoet, dat ik die benader alsof ik die persoon al ken, maar dan van lang geleden. Een kennis van 10 jaar geleden of iets in die geest. Dus al met een beetje familiaal, amicaal houding en niet zo officieel van ik ben die en gaan we nu kennis maken, jij bent dat en zo en zo. En dat is iets wat ik echt van vroeger van het lesgeven heb meegenomen. Dat het een informele benadering is de professionele benadering. Dat geldt niet alleen voor mensen met een migratieachtergrond. Het geldt ook voor mensen die in Nederland geboren zijn en getogen. En wat lager opgeleid zijn. Dat is precies wat ja, het is maar een heel klein dingetje. En het is ontzettend belangrijk. Nou, taalgebruik is natuurlijk super belangrijk ook. Dus wat Nieke net al zei, van dat is schriftelijk, maar dat is ook in het gebruik in je taalgebruik. En dat is nog best, dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar dat is nog niet zo heel makkelijk gedaan. Zeker niet als professor. Vaktaal ben je gewend. Je hebt bepaalde verwachtingen van wat iemand, wat de ander zal
ook als kennis zal hebben, et cetera. En dat klopt ook niet altijd. Bijvoorbeeld, we hebben wel beeldverhalen gemaakt over ontwikkeling. Tenminste, een opvoedkundige organisatie. En toen gingen ze op een gegeven moment interviews houden met ouders, voor wie ze dat beeldverhaal heel simpel materiaal, heel eenvoudig materiaal wilden maken. En toen kwamen ze er eigenlijk achter dat die vrouwen helemaal het woord ontwikkeling niet kennen, niet inhoudelijk kennen. Dus niet weten hoe ontwikkeling werkt, in welke fases ze op wat voor manier kinderen opgroeien, motoriek, et cetera. Gewoon niet bekend zijn met dat soort dingen. En dan waren ze echt een beetje gechoqueerd, want zij zeiden van, nou ja, maar wij gebruiken het woord ontwikkeling achter elkaar door. En nu blijkt eigenlijk dat de vrouwen, althans van deze doelgroep, helemaal niet weten wat dat dan is in de praktijk. Eenvoudig taalgebruik kan je bij jezelf nagaan als een soort, dus natuurlijk niet helemaal waterdicht, maar toch als een soort hulpmiddeltje. Als je iets wil vertellen, kijk dan bij jezelf, kan ik dit ook tekenen? En als je het ook zou kunnen tekenen, je hoeft het niet te tekenen, maar als je het zou kunnen tekenen, dan betekent het dat het concreet is. Dus als voorbeeld, als ik vraag aan een ouder van hoe gaat het met de opvoeding, dan kan ik niet tekenen. Maar als ik vraag hoe gaat het met het naar bed gaan, dan breng je kind naar bed en wat doe je als hij weer opstaat of als hij gaat huilen. Dat zijn hele dingen die je in principe in tekeningen zou kunnen uitbeelden. En als je het kan uitbeelden, dan weet je dat je heel concreet taalgebruik hebt. Je moet er ook niet van uitgaan dat mensen begrijpen hoe het zorgaanbod in elkaar zit. Helemaal niet als mensen een migratieachtergrond hebben, want land van het moederland heeft vaak een hele andere structuur van het zorgaanbod. Kraamzorg is bijvoorbeeld vaak niet bekend. Maar ook voor mensen die in Nederland geboren en getogen zijn, is het vaak nog heel moeilijk om te weten wie is, zeker als ze wat meer hulpverlening krijgen. Wie is JGZ, wie hoort er bij de school, wie is er maatschappelijk werken, et cetera. Dus mensen hebben niet die structuur in hun hoofd en dat hoef je ook niet helemaal uit te gaan leggen, want het is een hele hap informatie die ze ook niet hoeven te hebben in mijn ogen. Het gaat erom van wat kan deze persoon voor jou betekenen, wat kan deze persoon voor jou betekenen. En als je in gesprek gaat, dan heel duidelijk maken van wij willen van jou leren. Het is belangrijk om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de ouder, van de prioriteiten van de ouder. Dus even terugkomend op de vraag van Nieke net. Nee, het was niet van Nieke, maar degene daarvoor. Stel je voor dat mensen zeggen, nee, geen tijd. En je hebt een beetje het gevoel van, is het geen tijd of zit er een angst onder? En het kan ook zijn dat mensen nog niet begrijpen van waarom vraag je mij hiervoor? Weet je, dat je de link nog niet helemaal hebt gelegd van waar jij mee bezig bent met jouw onderwerp en waarom je zo graag met deze ouder wil spreken hierover. En dan is het belangrijk om daar wat woorden voor te vinden. Van ja, ik wil heel graag spreken met ouders die net jonge kinderen hebben, bijvoorbeeld. Die net zwanger zijn geweest, want ik wil heel graag weten hoe het nou gegaan is bij de zwangerschap en wat we daar nog in kunnen verbeteren als we je ondersteunen daarbij. Bij de communicatie kan je ook tegenkomen als mensen lager opgeleid zijn, dat mensen niet geleerd hebben om hoofd- en bijzaken te ondersteunen. Er komt een mooie teken je boodschap. Heel goed. Des te visueler, des te beter. Het kan voorkomen dat als je in gesprek gaat met laagopgeleide ouders, bijvoorbeeld ouders die alleen de basisschool hebben gehad, dat mensen niet hebben geleerd in hun opleiding dat ze hoe je hoofdzaken en bijzaken onderscheidt. Dat is iets wat wij allemaal geleerd hebben. Des te hoger opgeleid, des te meer je dat kan, zou ik maar zeggen. Maar wij weten niet als hoogopgeleide dat we dat hebben geleerd. En dat we ook onze hersenen en onze manier van denken op die manier structureren. Maar mensen die alleen de basisschool of misschien nog minder hebben gehad, hebben dat niet aangeleerd. En zullen dan in een gesprek misschien, tenminste dat overkomt mij wel heel vaak, alle kanten opschieten. Dus ik heb een bepaald onderwerp wat ik wil bespreken of een bepaalde vraag. En als dat gebeurt, in het begin liet ik dat maar gaan en gaan, uit beleefdheid, zou ik maar zeggen. Maar nu heb ik op een gegeven moment begrepen, nee, ik moet dat toch een beetje om mijn informatie te kunnen krijgen, om te weten wat,
belangrijk is, bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp, dan moet ik het gesprek ook van tijd tot tijd structureren en af en toe zeggen van, oké, okay, dankjewel, ik wil nog even deze vraag nog weer even terughalen, et cetera. Wat in het begin een beetje tuttig voelt, maar ja, toch heel belangrijk is. Mag de slide weer even wegbellen? Wie heeft hier nog... Nou Marjolein, ik wilde eigenlijk voorstellen, gezien de tijd, want die tikt hier ook weer door, dat we dit deel afronden en doorgaan naar de opdracht die ze ook zelf gedaan hebben. En dat allemaal planeer te houden, want als we nog naar breakout rooms gaan en zo, dat redden we niet. Dus is het dan een plan dat we gewoon nu die kant op gaan? Ja, en misschien, dat was ook in het huiswerk, hè? Het filmpje, we hebben er even over gesproken. Laten we het nu kort zien, 3 minuten, of laten we het hele filmpje. We hebben er toch voor gekozen om het hele filmpje nog een keer te laten zien. Omdat het ook een tweede keer, als je mocht je het al gezien hebben, heel veel informatie kan geven over... En ik ben heel benieuwd ook wat jullie ervan vinden, wat de ouders zeggen, et cetera. Het filmpje is een gesprek met mensen met een lage scholingsachtergrond, ouders en grootouders, met jonge kinderen of jonge kleinkinderen. En de vraag die gesteld was door het kenniscentrum Sport en Bewegen was van... Eigenlijk wilden ze weten, hoe krijgen we ouders nu naar sportverenigingen toe? Meer ouders, meer kinderen naar de sportverenigingen toe. En het is heel interessant, als je goed kijkt, dat ouders daar heel anders over denken. Dus Belle, wil jij het filmpje laten zien? En als je nu denkt aan je kinderen of je kleinkinderen, of je mag ook denken aan andere kinderen van familie of van vrienden. En je denkt dan aan bewegen en sporten. En je kijkt hier naar de kaartjes die hier liggen. Zo. En als je er dan eens één kaartje uit wil pakken waarvan je denkt, dit vind ik belangrijk voor mijn kind of kleinkind. Is deze plezier? Voetballen met groep, dus kindje leert met plezier wat vindt het leuk om te spelen. En bij mijn kinderen allemaal houden van voetbal. Dus wij maken altijd groepje van voetbal met je buren. We doen 5-5 of 4-4. En wij gaan trainen, wij gaan wedstrijd doen. En allemaal vinden leuk voetballen. En het tweede voor kindje is deze puzzels spelen, goed voor de hersen. Dat hij kan stukjes bij elkaar en hij leert dingetjes. Hij wordt slim, automatisch, als hij puzzle speelt. Dat is twee belangrijk, vind ik. En wie organiseert dat? Ja, wij, de buren. Ja, die mensen die houden dat kinderen blijven naast huis. Niet ver. Ja, ik vind, als een sportschool is het ook wel voor hun sociaal contact goed, natuurlijk. En ik bedoel, veel bewegen is altijd wel goed. Als ik nu een nieuwe sportclub zou beginnen bij jullie in de buurt, voetballen of tennis of zwemmen of zo, hoe kan ik er dan voor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen komen? Ik zeg altijd, mond-op-mond reclame is belangrijker. Als een A4'tje, ook met wat hij ook net zei, ook met adres erop, telefoonnummer erop en een e-mail erop, dat je daar je eigen aan kan melden. En de kosten, wat het ongeveer wat kost, laten we zeggen, iets van 2 euro per keer. Maar de meeste ouders geven wel eens 2 euro of 1 euro mee. Ja, nou ja, sommige mensen hebben dat niet veel. Nou, wordt er ook vaak hulp gevraagd van ouders, hè, om wat mee te helpen of met auto's mee te gaan? Of hoe kunnen ze op die manier... ouders krijgen die dat leuk vinden. De kinderen ook elkaar moeten kennen. Ja. Ook 1 keer in 2 maanden of zo kan ouders van kinderen ook komen verzamelen, dan kennis maken. Ja. Is ook een zo. Ze hebben echt kennis maken, dan ze hebben hulp nodig, kan gewoon vragen. En sommige trainers zeggen, mij lukt het niet. Ik krijg nooit ouders die mee willen helpen. Hoe kan dat? Leg dan hoe je het vraagt. Briefjes maken voor de ouders, meegeven. Of gewoon als de ouders de kinderen op komen halen, even netjes vragen, van, kan ik u even wat spreken?
Of mag ik u even iets vragen? Bijvoorbeeld, vader werkt, moeder werkt fulltime. Komen moe naar huis. Kindje wilt spelen. Hoe kan dat? Je bent vanaf 8 uur tot 5 uur gewerkt. Je komt naar huis. Oh, ik ga lekker douchen eten. Ga ik liggen. Hè? En die kindje die komt. Ja, ik wil graag spelen. Wie gaat met hem spelen dan? Denk je de vader en moeder. Die zijn vanaf 6 uur opstaan. En om 5 uur gelukkig naar huis gekomen. Om uit te rusten. En die klein kindje van 3-4 jaar, die wil met puzzel spelen. Ga je als moeder of vader met hem spelen? Alleen als echt aardig vader of moeder die zegt, oké, ik geef een eentje extra. En ga je met hem spelen. Ja, maar dat is... Dat is het verhaal. Dat is vervelend, omdat ze alle twee fulltime werken. Ja. Die hebben ook weinig tijd, de mensen. Goede trainer, die heeft respect voor het kind en die luistert en die schreeuwt niet. En die denkt, oh, nou wil ik ook nog graag dat meer ouders mee gaan doen. Of komen helpen bij ons op het clubhuis of zo. Hoe moeten ze dat dan doen? Ja, ik kan een brief sturen of via kinderen. Kan iemand van je ouders ons helpen op die dag? En kinderen komen met die boodschap. En ik ga graag als ik heb tijd. Ja. En zeg ik, kom. Ja. Donderdag ook kom. Vrijdag bij jou, geen probleem. Ja, ja. Maar het gebeurt nooit. Bij mij gebeurt nooit dat ze hebben hulp nodig van ouders. Ik heb nooit gehoord. Ja, ook activiteit ook in de buurt van de mensen. Wat de kinderen wel graag wat hun ouders ook hebben geen tijd voor hun te brengen bij ergens. Of in de buurtclub, in de buurt. Waar kan kinderen daar gaan klutsen? Knutjes. Ja, speeltjes. En begeleiders die gaan samen met kinderen. Naar activiteit. Iemand die is betrouwbaar. En als je laat jouw kindje met hem. Dat vind jij een betrouwbaar persoon. Dus mijn kindje gaat niks bij hem geboren. Vroeger, ik laat eigenlijk mijn dochter niet naar buiten te gaan. Wat is niet veilig. Je hoort elke keer wat gebeurt in de straat. Wordt kinderen gestolen of misbruikt of zo, dan echt, ik laat mijn dochter niet buiten. Ik zie via de balkon kinderen zitten spelen en mijn dochter thuis. Toen mijn buurvrouw zei, komt mij zegt, alsjeblieft, laat jouw dochter een beetje met kinderen spelen. Dan hij zit echt zo lang te vragen, dan ik durf haar laten naar buiten te spelen, maar moet ik altijd in de balkon blijven. Dat ook. Speelt ook een rol. De veiligheid hebben wij echt nodig. Oké, dankjewel. Oké. Misschien eerst een paar reacties in de chat. Wat is je opgevallen als je hier naar keek? De liefde, het gesprek alle kanten op gaat. Ouders heel open zijn, dat de man zei, ze hebben me nooit gevraagd. Ouders willen hele andere dingen vertellen dan wij naar vraagt, hebben hele andere behoeften. Veel hoe-vragen. Oké. Even kijken hoor. Anja, zou jij wat willen toelichten? Makkelijke oplossingen? Gewoon vragen? Oh, nou nee, iemand zei, dat de vraag die jij wilde beantwoord krijgen, hoe krijgen we meer hulp bij de sportvereniging van ouders? Nou, het enige antwoord dat ik daarop heb gehoord was heel makkelijk. Ze moeten het gewoon vragen, ze hebben me nooit gevraagd. Nou, ja. Klaar. Ja. En het hele gesprek ging verder over heel veel andere dingen, behalve dit antwoord. Dat vond ik zo grappig. Ja, en wat ik een beetje in het begin al een beetje probeerde in te leiden, van was mijn opdracht om te vragen hoe moeten ze naar de sportvereniging, maar eigenlijk zie je aan de antwoorden van de ouders, dat is hun item helemaal niet. Nee, ze hebben zelf en dan vroeg ik het nog een keer en dan ging ik gewoon weer wat anders vertellen.
Want wat eigenlijk schetst ze een beeld van waar zij behoefte aan hadden. Ja. En aan de hand van dit gesprek zou ik zelf, dus als opdrachtgever, denken van oké, hoe krijgen we de trainers naar die mensen zijn die al bezig zijn daar in de buurt. Weet je, dus andersom. En eigenlijk, ik denk als je dit uit zou schrijven, je zou alles opschrijven wat zij belangrijk, als belangrijk hier uiten, dan heb je een hele lijst van dingen waar je rekening mee moet houden. Maar dat was niet de vraag van de opdrachtgever. Die was al helemaal gefocust van, hoe krijgen we ze naar onze sportvereniging? Nou, je krijgt ook dat gedoe met die 2 euro. Een vrouw die zei later ook van, ja kijk, ik kan niet een abonnement betalen. Want ik kan niet in één keer dat geld betalen. Toen zei ik van ja, maar je hebt toch potjes van de gemeente die daarbij helpen. Zegt ze, kan ik het nog niet, want ik moet het voorschieten. En dan kan ik dan met het bonnetje daar naartoe. Dus ik kan het gewoon niet. En dat geldt natuurlijk voor al die mensen die in armoedige omstandigheden wonen. Dus die willen gewoon 2 euro per keer kwijt zijn. En per keer ook. Nou, van al dat soort. Ik heb dit filmpje natuurlijk vaker gezien. Als je ziet wat ze allemaal voor informatie geven, dan is dat. Als je daar goed naar luistert, dat is natuurlijk wel de bedoeling. En als je bereid bent om je eigen denkwijze, in dit geval sportclub, et cetera, bij te stellen. Maar dat vraagt natuurlijk heel veel. Maar daarom vraag je ook voor samenwerking. Want zij weten iets wat jij niet weet. En zij hebben ideeën. Ik kom er steeds meer achter. Vroeger, ik zal je heel eerlijk vertellen, toen ik hier ooit mee begon, dacht ik van dat is respectvol. Hè? Samenwerken met ouders, samenwerken met bewoners. Ik zie steeds meer van, ja, maar ze leggen zo de vinger op de zere plek. Ze zijn zulke goede observatoren eigenlijk. En ze kunnen het gewoon heel direct, bam, 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 zo opsommen. Ja. Oké. Kraamzorg, Greetje. Je zegt, ze zijn van goede wil, maar zal in de praktijk wel tegenvallen. Wil je dat toelichten? Nou ja, omdat ik die ene man ook hoor zeggen, ja, van 5 uur tot 8 uur werken of van 5 tot 6 uur werken, ik moe. Dus ja, en wat die andere moeder ook zei, van oma eigenlijk, ja, ze zijn allemaal werkende, dus je kunt bijna geen beroep op ze doen. Mm. En ze vinden het dan fijn, zoals die andere mevrouw zei, ik wil dat mijn kindje veilig is, mijn kind. Als ze dan bij de buurvrouw in de zandbak zit en ik kan het van bovenaf kijken, als er nog een ander kind zou zijn boven. Is dat ook oké als het vertrouwen is en er toevertrouwd kan worden? Prima. Maar of ze dus altijd zelf mee willen werken, misschien willen ze het wel, maar ik denk dat het gewoon niet altijd mogelijk is. Ja. En hoe zou je dat dan bijvoorbeeld verwerken als dit een onderzoek van jou was en als je deze informatie kreeg? In mijn onderzoek? Ja, je bent natuurlijk kraamzorg, maar goed, je moet even in de sport. Ja. Dus stel dat je dit soort gedachten hebt, wat zou je dan... Wat zou je ermee kunnen? Ik denk wel dat ik dan zou proberen om, wat volgens mij ook werd gezegd, groepjes maken in de buurt. Zodat het makkelijker is om ook misschien wel te helpen. Hè, als het niet te ver weg is of met auto's. En dan daar een sportgebiedje te maken of met elkaar wat te doen. Ja. En dat die ouders het ook zien en nou, fluitje in hun hand mogen nemen om te fluiten. Ja, dus je zegt eigenlijk van als er mensen in de buurt zijn, dan hoeven de mensen die bang zijn dat ze hun kind niet kunnen zien, die kunnen hun kind toch zien. Ja. En mensen die het veel te druk hebben om mee te doen, daarvoor is het in ieder geval dichterbij. Nou, dat denk ik wel dat dat helpt. Kijk, als jij natuurlijk, ik ken het zelf ook nog wel met toen mijn jongens voetbalden, dan moest je naar hutje-mutje met je auto. Dus dat is best een investering, tijd. Hè? Ja. Benzine, noem maar op. Ja. En ik denk dat je dan bij de lagere groepen dat niet kan redden. Nee, precies. Ja, dankjewel. Caroline Holst, zou jij jouw ouders zijn heel open, vertellen veel? Ja, en wat is je vraag, Marleen? Nou ja, zou je dat nog iets kunnen toelichten? Van waarom valt je dat op? Waarom is dat bijzonder, denk je? Ja, dat heeft natuurlijk vooral te maken met jouw manier van gespreksvoering, viel mij op. Want inderdaad, dat kwam natuurlijk eerder aan de orde. Je hebt een aantal vragen die je graag beantwoord wil zien. Maar je blijft niet heel erg directief sturen op dat jij dat antwoord daarop gaat krijgen. En je laat het eigenlijk los. Ja. En dat vond ik het mooie, dat daardoor dus juist heel veel andere informatie naar voren kwam. Ik heb inderdaad zoveel dingen opgeschreven
ja, die zo relevant zijn om ja, aan te kunnen sluiten bij wat er speelt bij die ouders. En dat herken ik ook uit mijn eigen verleden, hè, als hulpverlener. Hè, dat je altijd van die lijstjes had die je dan moest afwerken. Terwijl als je gewoon meer ruimte in een gesprek kan laten ontstaan, er ook een heel ander gesprek kan plaatsvinden met ook hele waardevolle informatie die juist leeft in de mensen zelf, in plaats van dat het door jou vragen gestuurd wordt. Ja. Dus ik vond het heel mooi juist. Ja. En dit klopt dan ook inderdaad wel, van dat... Kijk, ik in dit geval de sportverenigingen hebben de informatie van deze ouders nodig. Want anders kunnen we het wel zelf bedenken. Dat als we het zelf kunnen bedenken. Dus er moet een soort ruimte zijn voordat zij dingen gaan zeggen die ik nog niet wist. En die ik niet eens in mijn vragenlijst heb opgenomen. Omdat ik ze niet wist, zou ik maar zeggen. Omdat ik ze niet bedacht. Ik begin ook meestal een groepsgesprek met een hele open vraag. Die inderdaad ruimte kan geven aan dingen die ik nog niet bedacht had voor mijn vragenlijst. En dan probeer ik inderdaad mee te... Dat zie je, het gesprek was natuurlijk veel langer, dit duurde een uur of zo. Dus dat is natuurlijk behoorlijk ingeknipt voor het filmpje. Maar ik probeer altijd een open... En dan kijk ik waarmee ze komen en daar ga ik dan op door. En dan pas halverwege of na drie kwart ga ik eens op mijn lijstje kijken van welke vragen heb ik nog niet kunnen stellen. Welke zijn nog niet langsgekomen. Mag ik nog wat zeggen? Ja. Wat ik trouwens wel een hele goede begin met die kaartjes. Dat vond ik echt een briljant idee. Want wat helpt daar, zou die kaartjes helpen, ja, denk je? Ze halen natuurlijk iets eruit en vanuit dat kaartje, zoals die ene man begon over het voetbal, en de andere moedertje begon over die, of hij ook weer over zijn puzzeltjes maken. Weet je, het is voor hen denk ik makkelijker om dan een gesprek te beginnen. Want ze krijgen vanuit die kaartjes, oh ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Samen zijn. Ja, dat geeft ondersteuning. Ik denk, als jij die kaartjes niet had gehad, denk ik, en je had gevraagd, nou, wat vindt u dan zo belangrijk aan dat uw kleinkind of dat er niet veel had gekomen, denk ik. Ja, zou kunnen. Ja. Zou kunnen. In ieder geval helpt het heel erg. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Hey Marjolein, wij moeten helaas naar een afronding van jouw deel toe. Heb jij nog iets laatst wat jij de deelnemers mee wil geven? Het is zo leuk. Dat is eigenlijk... Ik zelf ben natuurlijk, omdat ik in het onderwijs zat, heel veel met anderstaligen en met laag opgeleide autochtonen gewerkt heb. Ik vind het zo'n leuke groep mensen. En het wordt vaak gezien als een moeilijk bereikbare doelgroep. Maar als je een beetje ervaring opdoet, dan is het niet zo moeilijk. En dan is het gewoon zo ontzettend leuk. Van ga die buurt in, begin maar ergens. Maakt het uit, weet ik veel. Je leert altijd weer wat. En ook als je leidinggevende bent, geef je mensen de kans om dat soort dingen te doen uit je team. Ik zeg ook altijd, Marjolein, dat ze dat ook zelf moeten ervaren. En dan weten ze ook dat ze die ruimte moeten geven aan hun team. Ja, ook dat. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Ik denk dat wij heel erg geïnspireerd zijn door jou en Martine en Loekna. We sluiten hierbij de sessie af. Aan het eind volgende week krijgen jullie natuurlijk een memo thuis gestuurd met alle informatie en wat verdieping. De opnames zitten daar dan ook bij. We gaan de komende maand nog de laatste op maat trajecten voeren met alle coalities. En dan hebben we alweer 23 juni het eindwebinar. En ik wilde jullie al een beetje informatie geven over wat we eigenlijk daar verwachten van jullie. Want jullie zijn namelijk de hoofdrolspelers van dat webinar. En het is de bedoeling dat jullie ongeveer pitches voorbereiden van ongeveer 3 minuten. En als je er echt niet bij kan zijn als coalitie, mag dat ook een filmpje zijn. En tijdens die pitch laat je aan de hand van een plaat, een foto, een beeld zien waar je eigenlijk vandaan komt in dit leertraject en waar je nu staat. En wat je geleerd hebt of waar je naartoe gaat of wat jouw grootste of jullie grootste eye-openers waren. Tijdens de op maat gesprekken gaan we dan natuurlijk gewoon verder met jullie over in gesprek. En kunnen we dat ook gezamenlijk voorbereiden. Maar dat alvast even voor jullie, zodat er wat gaat borrelen in jullie hoofd. Dan wil ik jullie allemaal bedanken. Hartstikke bedankt dat jullie vanmiddag weer allemaal bijna er waren. Echt fantastisch. Dank voor jullie deelname en geniet vooral van de rest van de dag.